Mijn oma die is opgegroeid in de Sahara. Toen ze jong op was. Op haar 15e, 16e is zij naar Casablanca gegaan. Mijn ouders die hebben elkaar ontmoet in Nederland. Op een feestje. Mijn vader was een hele knappe man. ja, mijn moeder werd gewoon in één keer verliefd op hem. Toen kwam ik eerst. En toen kwam mijn zusje. Ik vind als je ergens in stapt dat je gewoon alles moet geven. Ik ben zo'n persoon dat ik dan echt daarvoor ga werken en dat ga doen. Ik had mijn moeder gebeld, ik had mijn nicht gebeld. Oh my god, ik sta een optie voor, de Amerikaanse folkcover. Dat was voor mij echt, ja, je staat tussen Joan Smalls, Carly Close. Wat maakt een model een goed model? Ik denk dat je soepel moet zijn, kunnen bewegen, je moet creatief jezelf zijn. Laten zien. Je moet oefenen vooral. Observeert en kijk wat ze aan kan jij weer overnemen. Ik denk dat andere modellen dat eigenlijk ook doen. Maar je moet denk ik ook iets van jezelf hebben. Je moet een soort van eigenschap een hebben, soort van spirit hebben. Een connectie met de fotograaf. Zodat hij verliefd op je verliefd wordt. Verliefd op hoe jij beweegt en hoe je staat of hoe je ik kijkt. Weet niet of ik dat expres doe, maar het gaat gewoon eigenlijk bij mij. Mijn naam betekent feit, het geloof hebben in. De verbintenis tussen families, tussen mensen waar iedereen hetzelfde is en iedereen van elkaar eet en bij elkaar kan komen en alles deelt. Dat vind ik het mooiste aan de islam. Mijn mindset is toch wel gewoon positive energy always. Als je bijvoorbeeld iets negatiefs hebt, dat je toch het positieve ervan moet zien. Ik zelf als persoon. Ik ben gewoon mezelf en ik zal dat altijd zijn. Maakt niet uit waar ik ben. Ik denk dat me wel op de grond houdt. En ook mijn familie, die me heel gewoon sterk houdt en me support. Ik heb eigenlijk mijn weg al gekozen toen ik begon aan modellenwerk. Ja, je kiest dan toch voor een uitdaging. Je familie zal er altijd voor je zijn. Maar je moet ook nadenken over, oké, ik ben ingestapt in deze uitdaging. En ik moet er gewoon voor gaan en ik moet gewoon mijn moeder trots maken, vind ik meer. En mijn familie trots maken, omdat dat toch belangrijk is.